Hoi, leuk dat jullie naar mijn filmpje komen kijken. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik dit doosje heb gemaakt voor een Chonelli Tony Chocconelli reep. Die past hier precies in. Ik heb het doosje gesloten met een klittenbandje. En aan de voorkant vind je een tekst uit de nieuwe stempelset recht uit het hart. En de stip heb ik gestempeld met een stempel uit de Awesomely Artistic set. De bloemen en de blaadjes heb ik gemaakt met de Florestine set. De stippen vind je in deze stempelset. Hij is van vorig jaar. Staat ook in een nieuwe catalogus. Recht uit het hart bestaat uit twee doosjes. Een doosje met hele leuke teksten, leuke kleuren, leuke bloemen. En de Florestine Lids, die kan je bij de set kopen. En je vindt allemaal verschillende tinlids in. Deze set is er ook in het Engels en in het Duits te krijgen en in het Frans. Je begint met een stukje Wispel Light cardstock van 22,4 bij 22,4 cm. En gaat rillen en bonzen op 12,7 en op 15,1 centimeter. Dit doe je met de enveloppe puntspoor. 15,1 centimeter staat niet op de enveloppe puntspoor. Die gaat met 13 centimeter. Daarom heb ik even een streepje gezet bij 15,1. Zodat ik weet waar ik moet bonzen en rillen. Ik ga eerst 12,7 doen. Even uit beeld. Ik heb mijn bril niet op. Ik ga fondsen en rillen en de 15,1. Ik zorg er dus voor dat het streepje in het midden komt van het gaatje. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. En dan ga ik weer fondsen en rillen. Nu heb je niet meer de 12,7 en de 15,1 centimeter nodig. Want je gaat nu met het puntje van de bons, ga je zorgen dat je op deze lijn zit en op deze lijn. Dan ga je nu bonsen en rillen. Hij gaat niet helemaal tot het eind, maar dat geeft niets. Dat kan je zo doen met een lineaal. En de volgende bonsen en weer rillen. Ik ga het streepje nog niet helemaal recht is gegaan, doe ik even met een lineaal, zodat ik weet waar ik het puntje moet hebben. Zo. En dan ga ik weer bonzen en rillen en bij de volgende. Zo ga je helemaal rond, dat ik klaar ben. En dan ga je deze twee hoekjes, ga je even aan de bovenkant steken. En dan ga je mooi afronden. Dan ga je alle lijnen die je hebt gerild, ga je even vouwen. Helemaal in de randen. En dan ga je twee hoekjes uitknippen. En twee hoekjes ga je inknippen. Maakt niet uit welke hoekjes je doet. Als je maar zorgt dat het aan de lange kant is. Met fast fuse line doe ik hier een streep en op het kleine blokje.
en ook aan de andere kant. En hier. Dan ga ik eerst de hoekjes even vastplakken. En aan deze kant. Ik doe de chocoladereep erin, dan hou ik deze twee kanten naar binnen. En die. En dan zit hij vast. Ik heb glitterband. Rondjes. Die haal ik even af en die plak ik eerst op elkaar. Want dan plak ik ze niet op. En ik haal het doosje dicht. Nu heb je precies op de goede plek. En na te denken waar het aan toe. De voorkant, de bovenkant van het doosje is 16,5 cm bij 9,5 cm. Blushing Bright Cardstock is 0,5 cm kleiner. En deze is weer 0,5 cm kleiner. Ik zie het iets te klein, te groot gesneden. Ik ga even een stukje afsnijden. Een 0,5 cm. Van de witte moet ik ook even een klein stukje af, anders klopt het niet. Op het stukje Whisper White cardstock ga ik stempelen met Blushing Bright in. En die stippen uit de Awesome Artistic. Ik ga het inkten en dan doe ik eerst op mijn papiertje en dan op de cardstock. Dan is het wat minder donker. En die plak ik op de Blushing Bright cardstock. Ik gebruik daarvoor de Fast Views. Denk erom dat je als je deze lijn gebruikt, dat je lijmt en dan de rug weer loslaat. Anders heb je een hele lange slier met lijm. Staan. Deze plak ik op de chocolade reed met dimensionals. Een strookje Whisper White cardstock van 2 cm breed en ongeveer 15 cm lang. Ga ik even stansen met een triple random punch. 2,5 in. Ik heb op de fonds gezet hoe groot hoe breed de strepen moeten zijn. Dus strookje cardstock moet ik zeggen. En 5 cm, 3,8 en 2,5 cm. Zo hoef ik niet elke keer na te denken hoeveel centimeter het ook mee was. Dan kan ik gewoon even kijken. Dit strookje is dus smaller als 2,5 centimeter. Dus ik heb op de achterkant even twee streepjes gezet. Dat de helft is. Dan kan ik ponsen. Ik weet het precies waar ik moet ponsen. Op de strookje heb ik gestempeld met Old Olive Inkt.
En de tekst voor jou van mij. Voor jou van mij. Voor jou van mij. Ik heb de bloemen al gestanst met de Floris Dinlitz. En bij de blaadjes ga ik het omste afknippen. Met fast shoes ga ik dus dun een kort streepje lijn plakken. En daar plak ik een bloem op. En het blaadje. Zorg ervoor dat je lijn, wat je nu hebt geplakt, dat het onder je strook komt. Daarop plak ik twee dimensionals. En met dit bloemetje ga ik ook op de achterkant. Beetje van views. En ik plak het daar. Ik gebruik de nieuwe Animal Dots om de gekleurde vormpjes te plakken. Daarvoor gebruik ik de Old Olive. En de Melon Mambo. De grote plak ik op het bloemetje. En de kleine plak ik ergens. Waar ik wil. En die is er ook in de zakdoos. Ik plak ook het kleintje. Waar ik wil. En de grote. Op de bloem. En kaartje chocolade. Doosje. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen, dan kan je hem altijd lenen. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.